Bingo Town! Hallo iedereen, hey. Welkom bij een nieuwe chille zaterdag hier inderdaad. Met deze mannetjes. We gaan weer een nieuw bordspel spelen. En ja, dit keer is het Party & Co. Party! We hebben eigenlijk alleen maar gekozen om Party in de titel staan. Ja, niemand mag komen, nee. Ik dacht een beetje aan Kees & Co. Terug aan de goede tijd. Chille zaterdag. Was ik maar een kat die 9 levens had. Nou, goed zo, leuk gedaan. Ik verstond 9. Was ik maar een kat die 9 levens had. Oké. Okay. Thomas kent het spelletje, ik niet. Ja. Hij zegt dat het vraag beantwoord is. Ja, dus. Volgens mij is het hetzelfde als Trivia Crack op je telefoon. Crack? Nee, maar dat was toch Triviant? Ik weet het niet, we gaan het zien. Is Triviant is. Dit is ook Triviant. Zullen we het toch opdracht? Ik ga even een kaartje. Zullen we gewoon de vragen beantwoorden, want anders wordt het. Nee, wacht, ik snap het helemaal. Allemaal weg. Ik snap wat, het. Wat? Ik snap wat snap je dan? Er zijn verschillende onderdelen. Ja. We hebben een onderdeel liplezen. We hebben een onderdeel uitbeelden. Dan moet je dus een woord uitbeelden. Je moet een woord laten liplezen. Eén woord is echt een vraag. Hoe wordt een Egyptische koning genoemd? Een farao. Bijvoorbeeld hier. Eentje is tekenen. Dan moet je een woord uittekenen. Ja, die kunnen we dus niet. En eentje is verboden woorden. Dan moet je een woord beschrijven, maar je mag 4 woorden niet gebruiken om het te beschrijven. Thomas zit nu aan het blaadje waar er echt expliciet op stond, do not touch. Dat staat er echt op. Kijk maar, ja, do not touch. Oh, pak hem. Het doel van het spel, met je team zoveel mogelijk opdrachten correct uitvoeren. Oké, Rick, wij twee tegen Jordi? Ja. Nee. Wat? Eigenlijk moet je dus wel met z'n 4 doen. Want Jordi moet zijn woord uitbeelden. Dan moet iemand van zijn team het raden. Oh ja. Deelspelers in maximaal 4 teams van minimaal 2 personen. Dus we moeten wel echt een 4e persoon hebben. We moeten een 4e persoon bij. En dan is het de keuze. Hi of hi? Wie? Hi, jou toch hi? Ja. Moeten we wel ondertitelen, want hij kan Belgisch. Ja. Hij spreekt een andere taal. Hij speelt België. Ja, kom maar in het grootste. Oh, dan zit ik bij Jordi in het team. Nou, yeah. Ik daar nou heel blij mee. Oké, ja, oké. Het spel moet je als team werken aan partners zoveel mogelijk. Ja, begin alsjeblieft! Gooi met de dobbelsteen en verplaats de pion in willekeurige richting volgens het aantal ogen dat je hebt gegooid. Je kunt de categorie met de volgen met de kleurcodes terecht. Dus oké, en dan moet de vraag. Oké, dus jij hebt hier de dingen, hij heeft de dingen en dan. Zijn wij? Moet ik gooien voor ons? Ja? Oké, laten we dit start. Oké, we hebben start. Komt die. 3. Wat is die? Wat is dat voor praten? Praten. Liplezen. Liplezen, ja. Ja, oké. Okay. 1, 2, 3. Gaan we liplezen. Oh, dat mag. Mag ja, dat mag. Dat lezen was ik net. Ja. Lul. Lul. Ik zie het. Lul. Waarom twee klootzak? Het zijn 2 woorden. Twee letters bedoel ik. Oké, 2 letters. N-O. No. Nee. Ja, dat was goed. En de tweede was... Wow. Ba. Ja. No. No. Blijf even bij die als ja, eerste noemen. Ja, de tijd is op hoor. Ja, hebben we niet de timer überhaupt? Wat was Nova het was het woord. Nova? Nova. Wat is dat voor woord? Weet ik veel. Ja, wat is dit nou? Dat moeten we niet even voorstellen trouwens. Hebben we dat al gedaan? Dit is een Belg. Dit is Belg. Oké, genoeg informatie. Genoeg informatie. We gaan door met het spel. 1. Oh, nou heb je keuze uit start of dat mag dus niet of die. Wat is die? Geen idee, maar die moet. Die doen we. Geel. Mimiek. Mimiek, dan moet ik iets uitbeelden. Oké. Ja. Zij beeld? Zij meldt? Ja, oké. Make-up, poeder, wangen, warm, eet. The fuck, mate? Wat was die warmer? Doe je nou ineens een ander woord? Nee, hij doet dus dit en daar. Ik snap hem, ja. Blos, schaamblos. Dat is blozen. Oh. Oh ja, nee. Nee. Hij had het gedaan. Dus ja, echt hè? Ja. Wij hebben een punt. Fuck. Ik dacht ik doe iets van Arkje. Waar zijn deze goed? Die zijn goed en die zijn fout. Dus die fout, wij hebben een fout en wij hebben hem goed dan. Denk ik. Wat? Nee, zo werkt het niet. Jawel. Wij krijgen maar. Weet ik veel. Nou, okay. Oh, gooi maar mee joh. We vullen de video wel. Denk ik. 3. Wat is dit? Geen idee. Dat is verboden woord. Dat is kapitein Haak. Dat is het enige wat ik kan. Verboden woord. Werkt als volgt. Ja. Uitleg. Hier is het voor je mag alles zeggen behalve dat woord. Je moet één woord moet de ander laten zeggen. Ja. Hier is het voor, bijvoorbeeld is kapitein Haak. Ja. Alleen dan mag je de woorden piraat,
Tinkerbell, een vetje en Peter Pan mag je niet gebruiken. Oh, dus hij moet kapitein Haak zeggen, maar als je zegt hij is een piraat, dan ben je af. Oké. Kapitein Haak. Ja. Ik kan het wel zeggen. Je mag ook een deel van de naam niet zeggen, maar niet zeggen maar, hij is kapitein. Ja, maar dit... Mag ik heel eerlijk zijn, maar weet iemand wie Cas Janssen is? Nee. Oké. Dus die staan we over dan. Die staan we over. Sorry, Cas. Oké, deze kan nog wel, denk ik. Overleden. Pim Fortuyn. Ja! Nee, oké. Dat is gekker, want de eerste is wat bij me op. I've got chills, Daniel Travolta. John Travolta. Ja, goed. Ik ga het timer voor jullie aan. Hij is klaar. Ik ben klaar. John Travolta. Oké, dan hebben wij een groen. Wij hebben goed. Fucking bitches. Ja. Mocht geen acteur Grease, Saturday Night Fever en Pulp Fiction zeggen. Dus zijn I've got chills, then multiplying. Nou, makkelijk, we gaan door. Jullie mogen het gooien. 3. Nee, wat? Goed hoor, goed, we accepteren dit wel. Dit is liplace, toch? Ja, ja. Je hebt niet echt veel keus. We kunnen alleen maar, nee, we kunnen. Ja. 1, oh nee, je 2, kan wel dat doen. 3, ja. Dit is tekenen. Oh god. Noem maar deze. Je mag tekenen. Ja, het kan. Je kan tekenen. Dit is liplace. Ja. Dit is liplezen. Oké, dus je kan naar geel. Dat is mimiek. Doe het nog een keer. Dit is mijn favoriete onderdeel. Oké. Ja, ik ga het nooit meer doen. Nee. We doen het zo nog een keer. Dat zal wel moeten. Oh, ja. Deze kan ik wel, denk ik. Als je deze niet weet, Belg. Dan ben je een Belg. Je. Dan ben je echt een Belg. Ja, ja. Oké. Mimiek. Ja, mimiek. Mimik. Ga staan. Neem je podium. Mogen wij weer helpen? Ja. Vlechten. Haar doen. Kammen. Ja, ik weet niet meer. Hanekam. Ja, het is haar vlecht. Ik heb goed. Ja, die is goed. Ja, het is goed. Die was goed. Ja, hier, neem jij dat zijn de moeilijkste. Neem dat pluspuntje. Okay. Staat nu gelijk. Jij mag weer gooien. Ik mag weer gooien. Oh, wat slecht. 4. Triest. Zorg dat je... 1, 2, 3. Duurt lang. Dat kan. Nee, weet ik. Nee, je wil ook niet die lip lezen. 1, 2, 3... 4, wat was dat? Tekenen. Dat kan niet. Waarom niet? We hebben hier papier. Ja, laten we tekenen. Maar er staat een telefoonnummer op. Nou en, fuck het telefoonnummer. Dus? Momvouw. Echt hè? Problemen. Je denkt alleen in problemen. Oké, dus ik moet gaan tekenen en jij moet... Ja. Oké, dan switch ik wel naar de volgende, die kon je zien. Oké, tekenen is groen. Oké. Ja, veel succes. Ja. Tekenen maar. Je moet het tekenen. Het is echt onmogelijk. Als je dit weet, ben je echt een genie. Wat is het ook alweer? Is dat dan? Wat is dit ook alweer? Als je het zelf niet weet, dan moet je een andere nemen. Wat is het ook alweer? Ik heb het woord wel vaak gehoord, maar wat is het ook alweer? Wat? Thomas, doe eens lelele. Oh, dat was dan toch? Ja, toch wel, hè? Oké. Jordi, dit is jouw woord. Dit is niet. Oké. 3, 2, 1, teken! Jordi. Een paard? Ja, wacht even. Jordi. Beste YouTube commentaar ooit. Dat is wat je wil horen momenteel. Jordi. Teugels. Stijgers. Kom op, nerd. Jemig. Wat heet een stijger? Het is een stijger. Nee, wat? Een stijger is van boten. Kom op. Voor de mensen thuis. Dit is... Het is dat Jordi zo goed geholpen heeft. Ja. Maar ik wist het wel, maar ik wou zeker. Dat is het eerder. Je zit heel dichtbij, schatbout. Ja, echt. Je zei het in het begin, zei je het ene woord en nu moet je het andere woord maak weer. Beugels. Bijna. Kom op. Kom op nou, echt. Dit is zo lullig. Echt. 1 en 1 is 2, kom op. Ik ben van overtuigd dat het woord stijger is voor dat ding. Wat hij net zei! Eigenlijk, ja, maar het was een baardeloos woord. Ja, die laatste ronde. Die kunnen we gewoon. Het was gewoon goed. Ja. Laatste ronde. Ja, go. Het kan alleen nog maar gelijk worden. Ja. Oh! 4. Ik zou voor die paars zijn. 1, 2, 3, 4. Nog een keer uitbeelden. Maar deze tekenen is dit. Tekenen. Oh, die willen we niet. Nee. Die willen we niet. Ja, wel. We gaan gewoon tekenen. Doe het. Ik ga tekenen. Iedereen wil je tekenkunst zien. Je moet alleen even wel dit stukje gebruiken. Naast die prachtige stijlver. Hiernaast. Dank je. Ik zal het wel doen. Oké. Ik geef hem mee. Ik zal het doen. Oh, jij tekenen. Ja, maar niet dat woord. Heeft hij een beter woord, sowieso. We hebben heel weinig ruimte. Misschien als het gelijk spel wordt, moeten we een zieke showdown doen. Ja, zieke showdown. Nog eens. Hij tekent. En wat is het?
Niemand weet het. Wauw. Is het een vogel? Is Taart. Het een vliegtuig? Staart nee, op. Dat is het. Een wafelijzer. Een koekenpan. Het is een koekenpan. Dit was wel het woord dat ik net had, pik. Nee. Jawel, dit is opscheplabel. Nee. Niet? Nee. Ha, fout. Dat woord had ik net. Het is stijgbeugel, denk ik. Ja. Yeah. Nee. Het is een warmte komt uit de pan. Oké, okay, als je klaar bent moet je me even laten zien zo, want dan kunnen de kijkers ook mee denken. Fuck. Wauw, oké, ja. Ik schrik. Soep. Ja. Tomatensoep. Wat? Tomatensoep. Haaienvinnensoep. Nou, oké. Okay. Nou, die heb je goed. Het is ook geen... Nou, weet je wat? Tijdens de show. Laten we Jury of Bardo hier uitnodigen. En wat we dan doen is, ze mogen er eentje kiezen. Oh, die doen, en die moeten wij eruit. En dan kunnen we... Ja. Dat is leuk. Weet je wat ik zou doen? Ja. Een epische dance-off. En dan mag de kijker beslissen wie er heeft gewonnen. Maar er zitten maar geen dansen in het spel. Nee, maar er zitten helemaal geen dansen in het spel. Als jij nou het woord uitbeeld en dan gaan wie van de twee groepen het woord raadt... Er zitten ook gewoon vragen bij, hè? We kunnen ook gewoon een vraag stellen. Ja, stel een vraag. Doe gewoon iets, lul. Sorry. Oké. Spannend. Spannend, even. Oké, dit gaat voor de winst. Ja, kom maar. Dit is toch wel moeilijk. Niet nee kijken, wat doe jij nou? Valspeler. Wacht even, ik heb al voor opgegeven met wat jullie deden. Sorry, kijk eens. Het uit. Ja, nee, niet uitbeelden, je moet een vraag. Gewoon een vraag, pak gewoon een vraag. Pak gewoon een vraag. De vraag is de blauwe. Ja, ja okay. Doe maar gewoon. Eén vraag. Okay. Alles beslissen de vraag. Ja. Alles. Oh, deze is makkelijk. Ja, dit is een makkelijke. Oké, wacht, hoe bepalen we wie? Moet je het schreeuwen? Ja, gewoon schreeuwen. Ja. Gewoon even zo. Okay, wat wordt jullie ding? Wat wordt jullie busserknop? Oké, okay, wat wordt jullie busserknop? Oké, of een plak. Oké, het is een hele makkelijke vraag. Wie schreef het boek? Het proces. Weet jij het? Echt niet? Karl Marx? Nee. Frans Kafka, kom op. Wie de fuck is dat? Wat? Ik ken hem nooit gehoord. Wat een makkelijke. Volgende dan. Ja. Hele makkelijke weer. Hoeveel is de letter Q waard in het Scrabble? Weet jij het? 4. Nee. 5. Nee, 10. 10. Ja, oh, dat leuk zijn. Oh, de spanning gaat op mee. Echt, hè? In welk land ligt het plaatsje Nederland? Nederland. Het plaatsje Nederland, hè? Welke stad? Nee, in welk land ligt het plaatsje Nederland? China. Nee. Engeland. Dat is geen stad. Wacht, nee. Is toch wel, Wat dan? Nederland klinkt Engels. Het is Nederland. Ja, het blijft spannend. Volgende vraag dan. Wie is de grootste provincie van Nederland? Qua openbaar vervoer, wou die zeggen. Volgens mij. Qua oppervlakte? Nee. Oppervlakte. Ik kan niet verder. Oppervlakte, doe maar oppervlakte dan. Wat is het dan? Oppervlakte. Ja, meer moet je verhaal. S'Hertogenbosch? Nee, dat is geen provincie. Nee, dat is niet goed. S'Hertogenbosch, oké. Jullie. Ja, een beetje niet kijken. Maar telt het allemaal naar ons Brabant? Want ons... Ja, het was Den Bosch. Het was een provincie, ging ervoor. Nee, het is een provincie. Hij bedoelde Brabant. Ik bedoel, hij zei zeker over ja, hij bedoelde Brabant. Dat niet goed. Dat was mijn ding. Oh, nu geef je alleen maar meer kans. Wat is de grootste provincie en is niet Brabant? 3, 2, 1. Groningen. Nee, Gelderland. Gelderland, wat is dat? Wie denkt er nou aan Gelderland? Huh? Ja, jullie zeggen kut. Ik doe nog even een paar vragen als werkspel. Ik ken niet eens de provincie van Nederland. Oh, deze is makkelijk. Okay. Hoe worden de 4 weken voor kerstmis gemaakt? Wow. 3, 2, 1. Je weet het. Advent. Boeia. Wat? Wie? Wat? Jawel, de adventkalender. Je kent ja, ik weet wel dat het een adventkalender is. 4 weken voor kerstmis? Adventkalender. Ja. Ik wist niet eens... Dat zijn 3 weken, toch? Nee, de 4 weken. De 4 weken. 3 weken. Ja, is dat? Hey. Het zijn wel echt 4 weken, maar ik wist niet dat het... Okay. Belgen! Nou, en dan Advent, hierbij... Advent gebruiken we gewoon helemaal niet in Nederland. België! Nou, hierbij, ik heb de medailles warm gehouden. Ah, onder de anus. Je hebt gehouden. Ondanks je matige toevoeging naar het Vlaamse. Ja, daar zijn wij dubbele verliezers. Hij heeft aan jouw kont gezeten en we hebben brons. Nee, dat was zilver. Oh. Nou, dat is één. Ja. Sluit hem even af. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze Belg nou ook zo vervelend? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. En kijk even in de videobeschrijving voor zijn kanaal. En abonneer op Thomas Games. En dan zijn we weer binnenkort terug met een nieuwe aflevering op Chillen Zaterdag. Latte!